In 2012 kwam ik in Arnhem wonen. Wat mij meteen opviel aan de stad was haar sterke sociale cohesie. Dat komt misschien omdat Arnhem de koploper in Gelderland en nummer 4 van Nederland is als het gaat om armoede. Ik ga in deze serie onderzoeken welke hulp er allemaal in Arnhem mogelijk is als je er even niet meer uitkomt met je financiën. In deze aflevering besteed ik aandacht aan scholing en onderwijs. Als jij wil studeren, moet je kijken in de stad wat een kamer kost. En wij wonen in een klein dorp. Zij gaat straks ook naar een andere opleiding doen. Ze moet al naar Apeldoorn. Maar straks als zij 18 is, ja, dan zal ze toch op kamers moeten. Waar ik vooral mee zit, is de subsidie voor de kinderen. Wat ze hebben moeten betalen. Wat ze hebben moeten lenen voor een studie. En dat ze dat nu moeten terugbetalen. Daar zitten we heel erg mee in de familie. Ja. Ja. Je bent student? Ja. Wil je uitleggen wat voor schulden je hebt? Bijvoorbeeld voor het OV en gewoon voor mijn studie. Ik zit nu al in mijn derde jaar, dus dan hoopt het wel op. Stichting Leergeld is één van de organisaties in Arnhem waar ouders kunnen aankloppen als ze extra middelen nodig hebben voor hun kinderen. Ze hebben als visie dat kinderen belangrijk zijn en meetellen. Ze kunnen basisvoorzieningen geven voor op school, maar ook voor buitenschool kunnen er middelen worden aangevraagd. De stichting bestaat al sinds 2000 en is er voor alle kinderen tussen de 4 en 17 jaar. Ik spreek met Anne-Yveske Sleurink, die coördinator is. Kan elke ouder zich bij jullie aanmelden? Ja, elke ouder kan zich aanmelden. Wat wij wel zeggen is, kijk, als iemand heel veel geld heeft, dan heeft hij het niet nodig dat hij ondersteuning krijgt. Maar als ouders een lager inkomen hebben, en dat is een inkomen tot 120% ongeveer, maar wij zeggen een besteedbaar laag inkomen heeft. Stel je voor dat iemand een hele dure huur heeft, hè, in de particuliere sector, dan... Kan het zijn dat er weinig geld overblijft voor eten en drinken en voor deelname van kinderen aan cultuuractiviteiten of sportactiviteiten. En dan zeggen wij, oké, dan kan je bij Leergeld een aanvraag doen. En hoe werkt dat, zo'n aanvraag doen? Nou, ouders bellen op of ze mailen ons en dan zeggen wij van, wij willen graag op huisbezoek komen. Dat is wel wat wij heel graag doen. We willen heel graag het gesprek voeren over de kinderen. En ook doorvragen wat is er nodig voor de kinderen. En soms komen daar ook andere vragen achterweg. Bijvoorbeeld, een kind wordt gepest op school. En er zit een moeder mee. Maar dan zeggen we, nou, dan moet je eigenlijk toch weer teruggaan naar school om dat gesprek te voeren. Of een moeder heeft problemen met de financiën. Dan zeggen we, nou, dan is het goed om naar het wijkteam te gaan. Dus vaak komen er in de gesprekken die wij bij de gezinnen voeren veel meer zaken aan de orde dan alleen de vraag voor de fiets of voor een laptop voor een kind. Hoeveel kinderen helpen jullie gemiddeld per jaar? Nou, zeggen, wij hebben vorig jaar 2800 kinderen geholpen. Maar dit jaar zijn we nog niet eens bijna halverwege het jaar. Zitten we al op bijna 2000 kinderen. Dus dat betekent dat in het derde, vierde kwartaal komen er veel meer kinderen bij. Dus dat betekent dat het steeds aanvragenaantal neemt echt erg toe. En wat denk je dat de oorzaak is dat die aanvragen toenemen? Ten dele dat je ook bekender wordt, dat heeft er ook mee te maken. Maar het is ook zo, in Arnhem is een stad waar mensen langdurig in armoede zitten. Dus dat betekent dat gewoon veel mensen toch een beroep moeten doen op... partijen voor extra ondersteuning. Jij gaat zelf ook op huisbezoek. Ja. Hoe is dat om bij mensen thuis te komen die weinig geld hebben? Je ziet misschien situaties waarvan je denkt, oh, dat is het niet hoe ik het zelf zou doen. Of ja. Ja. Hoe is dat? Hoe is dat? Nou, wij hebben eigenlijk als Leergeld zeggen wij altijd,
Wij blijven uit het oordeel hoe ouders zich gedragen. Wij willen graag dat de kinderen meedoen. En wij kunnen wel denken dat een ouder een verkeerde keuze gemaakt heeft, maar daar blijven we buiten. Want er kunnen allerlei redenen zijn waarom iemand zo'n keuze maakt. En wij kijken echt alleen naar de kinderen en wat wij dan doen, we luisteren naar het verhaal van de ouders. En wij merken dat luisteren is echt heel belangrijk. Je zegt als je bij mensen thuis komt, ja, hè, dan wil jij niet oordelen. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat het wel verdriet doet als je die situatie ziet. Jazeker. Nou, het is vooral iets waar wij ons zorgen over maken. Kijk, soms zie je dat een ouder financieel zo ingewikkeld zit. Dan kom je in een situatie waarin niks in de woonkamer staat. Alleen een matras waar een moeder met een paar kinderen op ligt. En een tafel. En dan denk je, hoe gaat dat nou met de kinderen? Hoe kunnen de kinderen nou gewoon deelnemen aan schoolactiviteiten en gewoon zoals de andere kinderen opgroeien als ze thuis in zo'n situatie zitten waar zo weinig is? En als je dan ook nog bedenkt, als je weinig financiële middelen hebt en weinig geld hebt om te eten, dan is dat voor kinderen in hun ontwikkeling lastig. Dus kinderen komen, als er echt sprake is van schulden en weinig financiële middelen, kinderen komen wel veel meer tekort. En we hebben over het algemeen heel erg de focus op de ouders en hun tekort aan de financiën. Maar het verhaal van de kinderen daarachter is altijd belangrijk, maar moet gewoon echt heel duidelijk verteld worden. Ik ben vandaag weer in het Bruishuis in Malburgen. Hier heb ik afgesproken met Pieter Vermeer en hij legt me uit wat we hier doen. We hebben vandaag een bijeenkomst van de Broekriem. Er komen 20 werkzoekenden samen. Toevallig vandaag in het Bruishuis. Maar we hebben verschillende plekken in Arnhem waar we dit soort bijeenkomsten organiseren. Maar dit is gewoon een hele mooie ontmoetingsplek. En er komt vandaag een trainer en die geeft een workshop over LinkedIn. Oké, en dat zijn dus mensen die hier komen die zijn werkloos? Ja, alle mensen hebben geen baan. Ze zijn op zoek naar een baan en die hebben behoefte om hun netwerk te vergroten, hun vaardigheden te vergroten. En ze kunnen gratis aanmelden voor deze, in dit geval LinkedIn workshop. En ze komen er samen om daarmee aan de slag te gaan. Oké. Want de Broekriem, wat is dat eigenlijk? Wij zijn een organisatie, een stichting voor werkzoekenden en ook door werkzoekenden. Met een groep vrijwilligers organiseren we allerlei netwerkbijeenkomsten. Omdat we zeggen, als je thuis zit, je bent werkloos, je hebt even geen baan, dan komen die muren soms op je af. Wij zeggen, ga dan naar buiten, ga mensen ontmoeten. En daarom organiseren we allerlei trainingen, allerlei workshops, netwerkbijeenkomsten. Om te zorgen dat je nieuwe mensen ontmoet. Maar ook dat je lekker actief blijft, je horizon verbreedt. En dat zorgt ervoor dat mensen toch wel sneller een baan vinden. Okay. Want de Broekriem heb jij zelf opgericht? Ja, 7 jaar geleden inmiddels. Ik ben eigenlijk architect. Mm-hmm. Oorspronkelijk heb ik hier in Arnhem HTS bouwkunde gedaan. Prachtig vak. Daarna nog in Delft een universiteit erachteraan gedaan. Alleen toen ik afstudeerde, studeerden in mijn jaar een paar honderd architecten af. Maar er waren maar 6 vacatures, want de bouw lag volledig op zijn gat. Ja, was in de crisisjaren dus. Echt in de crisisjaren, dus ik kwam er niet tussen. En toen kwam ik in de uitkering te zitten. En toen was ik nogal teleurgesteld in de uitkeringsinstantie. Mm-hmm. Die deed niet zoveel. Ik dacht, nou, dan ga ik het zelf maar doen. Oké, en je bent vanuit huis gewoon begonnen met workshop geven? Of hoe moet ik dat zien? Niet direct dat, maar je hebt allerlei plekken in de stad waar je gratis kan zitten met je laptop. Bijvoorbeeld de bibliotheek. Dus ik ging 1 keer in de week naar zo'n plek toe. Om even uit huis te zijn. Ik denk, hele dagen thuis zitten schiet toch niet op. En toen ik daar zat, ontmoette ik een aantal mensen in hetzelfde schuitje. Ook zij zaten werkloos thuis. Mm-hmm. Met een goede opleiding, alleen pech door de crisis. En wij gingen toen elke week met elkaar afspreken. Om elkaar een beetje te helpen. Gezellig een kopje koffie drinken. En toen was op een gegeven moment een loopbaancoach die zei, ik heb een nieuwe training. Mag ik bij jullie een training komen verzorgen? Wauw. Toen dacht ik, hey, dit is goud. En zo is dat balletje eigenlijk gaan rollen. Oké, en dus je hebt het eigenlijk heel klein opgezet hier in Arnhem in de bibliotheek. Het is nu uitgegroeid tot een landelijk netwerk, mag ik zeggen, toch? We zitten nu in 25 steden en overal organiseren wij netwerkbijeenkomsten. Zoals wij destijds met een aantal mensen samenkwamen, gebeurt dat nu in heel Nederland. Het gaat van Groningen tot aan Eindhoven, van Enschede tot aan Den Haag. Overal gebeuren dit soort evenementen waarbij dus mensen zelf met elkaar aan de slag gaan. Wauw. En is de Broekriem nou speciaal voor mensen die een hoge opleiding hebben gevolgd? Nee, het is voor iedereen. Wij zijn ooit begonnen als jongereninitiatief. Mm-hmm. Ik was toen een 20er en we trokken allemaal 20ers aan. Nu zien we heel veel 30ers, 40ers, heel veel 50-plussers. Dat is een groep die het momenteel best wel lastig heeft op de arbeidsmarkt. En we zien dus allerlei soorten mensen en dat maakt juist heel erg leuk. Juist die mix zorgt ervoor, als je een kopje koffie drinkt bij zo'n bijeenkomst, dat je allerlei mensen ontmoet die je misschien thuis niet ontmoet. En wat heeft het toen met je gedaan toen je klaar was met studeren en je vond geen baan?
Ik heb zelf tussendoor nog wel 1 jaar gewerkt bij een andere baan, maar daar werd ik ontslagen. En dat komt toch wel rauw op je dak. Ik merkte bij mij, die rouwfase duurde mij niet zo heel erg lang. Je ziet dat mensen die heel lang ergens gewerkt hebben, dat het best wel een tijdje kan duren. Mm-hmm. Ik kon na een aantal weken wel weer die knop omzetten. Maar zelfs in die paar weken zat ik toch al thuis, ja, achter de PlayStation, een beetje ingekakt in mijn joggingbroek. En het is toch al moeilijk om gemotiveerd te blijven. En denk je dat het lastig is als je, zeg maar, net na je studie geen baan kan vinden, of dat het later in de werkperiode gebeurt? Ik denk gebeurt. Dat eigenlijk voor iedereen hetzelfde is. Iedereen heeft het gevoel dat zijn situatie lastiger is. Mm-hmm. Als je net afgestudeerd hebt, loop je er tegenaan dat je misschien weinig werkervaring hebt. Als je 50-plusser bent, loop je er tegenaan dat er misschien wat leeftijdsdiscriminatie is. Dus voor iedereen is het heel erg lastig. Mm-hmm. Maar als je zelf de motivatie hebt, de wil hebt en heel erg weet, hey, dit zijn mijn kwaliteiten, daar wil ik heen. Dan is het wel voor iedereen nog steeds een kans op deze arbeidsmarkt. Juist nu, de economie is best wel goed. Mm-hmm. Dus er zijn allerlei mogelijkheden. Alleen soms moet je wel even creatief denken. Toen je afgestudeerd was, ik neem aan dat je ook een studielening had. En dan kom je in de uitkering terecht. Hoe voelde dat financieel aan, of hoe was dat financieel? In mijn geval persoonlijk viel dat wel mee. Ik leefde nog half als een student. Ik woonde nog op een studentenkamer. Mm-hmm. Ik had toen een uitkering, helaas maar 3 maanden, bij het UWV. Daarna zou ik naar de gemeente moeten. Maar ik dacht, ja, ik vind toch al binnen een paar weken een baan. Dat komt wel goed, naïef als ik was. Maar om de kosten toen te drukken, ben ik toen anti-kraak gaan wonen. Okay. Ik zeg, weet je wat, ik zet mijn kamer op. Ik ga anti-kraak wonen. Ik ga vaker bij vrienden eten. En daar kwam ik toen wel mee weg als twintiger. Maar ik kan me voorstellen, als je een gezin hebt en een huis hebt en je komt dan werkloos thuis zitten, dat het wel een stuk spannender is. En dan moet je altijd wel keuzes maken. Dat zien we vaak bij onze deelnemers. Ja, ga je nu voor een broodbaan of ga je voor een droombaan? Oké, een broodbaan is gewoon baan die het brood betaalt. Gewoon werken omdat je moet werken. Want er zijn natuurlijk wel genoeg arbeidsmogelijkheden momenteel. Mm-hmm. Er zijn genoeg fabrieken waar je in de slag kunt of op het veld. Maar wil je dat? Ja. De meeste mensen willen dat niet, maar op een gegeven moment komt natuurlijk dat kantelpunt. Ja, misschien moet ik het toch maar doen. En wij adviseren mensen wel, doe dat gewoon. Want het geeft vaak weer mogelijkheden, je ontmoet weer nieuwe mensen. En misschien kan je wel in zo'n organisatie weer doorgroeien. Dus probeer dat gewoon. Heb jij nog tips voor mensen als het gaat om hoe je sneller een baan vindt en dus sneller inkomen kunt genereren? Behalve natuurlijk naar de broekriem gaan. Ga vooral actief netwerken. De arbeidsmarkt biedt allerlei mogelijkheden, maar als je in je eentje thuis zit achter vacaturesites, dat schiet niet op. Ga erop uit, ga mensen ontmoeten. Dat kan bij de broekriem, dat kan bij de voetbalclub, dat kan bij Rosette in Arnhem. Er zijn allerlei organisaties waar je aan kan sluiten. Ga daar een keer heen, ga koffie drinken en ga op die manier nieuwe mensen ontmoeten. En het geeft altijd weer nieuwe inzichten, nieuwe kansen. En blijf dus vooral niet thuis zitten. Mm-hmm. Trek erop uit. En dat netwerk, hè, hoe moet ik me dan voorstellen dat dat gaat? Want ik denk dat niet al onze kijkers dat ooit hebben gedaan. Betekent dat je gewoon gezellig gaat praten met elkaar? Of moet je ook echt zeggen, luister, ik ben Pietje en ik ben op zoek naar een baan? Het begint met gezellig praten. Iedereen netwerkt uiteindelijk. Dat gebeurt bij de Albert Heijn, dat gebeurt bij de voetbalclub, dat gebeurt bij de tennisclub van de kinderen. Overal praat je wel van, hey, wat doe jij en waar ben je mee bezig? En als je zover bent dat je een sterke pitch hebt, een elevator pitch. Ja, kun je uitleggen wat dat is? Dan weet je in 20, 30 seconden heel duidelijk je hulpvraag te stellen. Van wie ben ik, wat zoek ik en waarmee wil ik geholpen worden? Dus hoe duidelijk je dat voor jezelf hebt, hoe beter mensen jou kunnen helpen. Maar het begint gewoon met een kopje koffie drinken en jezelf laten zien en kenbaar maken. Ja. Heb je nog andere tips? Andere tip is, wat vaak mensen zijn vaak bescheiden over hun eigen werkverleden. Ook al zit je al een paar jaar thuis, de meeste mensen doen toch al allerlei dingen. Wat vrijwilligerswerk misschien wel wat mantelzorg, misschien iets bij een lokale sportclub. Ook dat zijn allemaal werkervaringen die bepaalde vaardigheden meebrengen. Dus probeer goed te kijken naar wat je allemaal hebt gedaan in het verleden. En wat zijn nou dingetjes die eruit kan lichten, die misschien voor een toekomstige werkgever interessant zouden kunnen zijn. Ik word uitgenodigd om een les van Toolkids bij te wonen. Dit is een initiatief van Rijnstad. Zij geven buitenschoolse lessen aan kinderen in de wijk Malburgen van tussen de 8 en 12 jaar. De lessen gaan over zaken die voor kinderen van die leeftijd belangrijk zijn. Een van die zaken is geld. Nou, jongens en meisjes, we gaan starten. We hebben nu allemaal een kleur gekozen voor ons geldganzenbordspel. Ik ga het nog even goed uitleggen, want het is niet een normaal ganzenbordspel. Het gaat echt over omgaan met geld. We hebben 3 kleuren, die zien jullie hier ook, of ja, eigenlijk 4. Maar de blauwe kleur betekent dat je terug moet naar start. We hebben vragen, we hebben opdrachten en stellingen. Dus als je daar opkomt, dan pak je de kleur van het kaartje en die lees je voor. En dan weten we wat we moeten doen.
Is dat duidelijk? Ja. Ja. Ja? Dan gaan we beginnen bij De Ciano en zo rond. Nou, deze. Die mag hier. Die doen we daar. Pak de dobbelsteen maar. Moet je 6 gooien? Want dat nee, dat hoeft niet, want anders duurt het zo lang voordat we kunnen starten soms. 4. Nou, je mag meteen een kaartje pakken. Je gaat met je familie een dagje naar Toverland. Weet je ongeveer hoeveel deze dagje kost? Ik denk heb je een idee van? Ik denk ongeveer 15 euro per persoon. Oké. Maar ben je er al, zeg maar, met het geld als ze alleen de entree hebben betaald? Of zijn er nog meer kosten aan verbonden? Als je naar Toverland gaat, moet je dan nog meer betalen? Of naar de Efteling of naar Slagharen? Wat bedoel je? Nou, bijvoorbeeld een ijsje. Ja. Of neem je zelf broodjes mee? Ik zou parkeren. Ik zou zelf beter broodjes meenemen, want dan hoef je daar ook nog geen geld mee te betalen en drinken. Dan ben je goedkoper uit. Ja. Ja. Lana. 2. Ja, dat is geel. Ook groen. Als je spaart, kun je meer leuke dingen doen. Maar ik vind wel dat het waar is. Oké, en waarom? Omdat je, als je alles uitgeeft en dat je dan iets één ding leuk gaat doen, dan kan je niet veel meer andere leuke dingen doen. Ja. Heeft iemand anders? Wat vinden jullie wat Lana zegt? Ik denk wel oké. Ja, zwaar. Sparen is wel belangrijk. Ja. Dat vinden we eigenlijk allemaal. Ja, dat vind ik ook wel heel belangrijk. En doe je dat ook, sparen? Ja. Lukt dat? Ja. Want jij krijgt ook zakgeld? Ja. En hoe spaar jij? Spaar je alles of spaar je een deel? Of? Nou, ik heb een uitgeefspaarpot en een spaarspaarpot. En ik gooi altijd de helft in mijn spaarspaarpot voor later. En de helft in mijn uitgeefspaarpot voor wat ik mag uitgeven. Hartstikke goed. Wit. Nou, heb je weer wit. Nee, je had groen. Ja. Hier, bijna iedereen komt gewoon op groen feestje. Het is slim om geld te verdienen met het doen van klusjes. Ja, want dan kan je sparen voor iets groots wat je wilt. Een auto of zo, of een huis. En, maar het hoeft ook niet per se met klusjes gebeuren, want je kan ook werken. Ja. Nee, het is wel zo dat als je geld wilt hebben, het is er niet zomaar, het ligt niet op straat. Dus vaak moet je er ook iets voor doen. Bijvoorbeeld, ja, ik werk voor mijn geld, maar jullie zijn nog te jong om te werken. Ik hoorde jou net ook al zeggen, klusjes. Dan kun je misschien wel een klusje doen bij je ouders of bij de buurvrouw of een boodschapje. Een heitje voor kawaitje. En dan krijg je wat extra geld en dat kan. Ja, of in je spaarpot, of je geeft het meteen uit, dat is je eigen keuze. Dat ligt er ook aan waar je voor spaart. Als je 2,50 was. Hè? Kijk eens. Hoe kun je het best sparen in een spaarpot of op de bank? Ik denk sneller op de bank, want op de bank is het wat moeilijker om geld van af te halen, want dan moet je bijvoorbeeld, je woont in de stad en daar heb je bijna nooit, bijvoorbeeld is het dorp, dan heb je bijna nooit pinautomaten en in de stad wel. Dus dan zou je naar een stad moeten lopen. Maar in de spaarpot kun je het heel snel eruit halen en dan kun je het makkelijker uitgeven dan als je het op de bank zet. Ik merk als docent economie dat heel veel leerlingen graag in mooie, dure kleding willen lopen. Daar is op zichzelf helemaal niks mis mee. Maar er zijn sites, bijvoorbeeld op Marktplaats, waar je tweedehands je mooie, dure merkkleding ook kunt kopen. Kijk daar eens naar. Maak een begroting. Een begroting geeft je inzicht hoeveel geld je hebt en hoeveel je nog kunt uitgeven. Dus als je bijvoorbeeld op vakantie wilt of je wilt iets moois kopen, dan weet je in ieder geval, ik heb genoeg. Vermijd lenen, want lenen kost altijd geld. Houd daar rekening mee. Het is daarom erg belangrijk dat je goed uitzoekt waar je het goedkoopst geld kunt lenen. Dat kan zijn bij Duo, dat kan zijn bij een bank, maar informeer ook eens bij je familie. Misschien wil je oom of je tante wel geld aan je lenen. Als leraar zie ik heel veel leerlingen en studenten met een gratis telefoon. Een gratis telefoon bestaat niet. Je betaalt altijd een abonnement. En abonnementen zijn duur.
Het is daarom zaak dat je goed kijkt welk abonnement goedkoop is en goed bij jou past. Heel veel leerlingen en studenten hebben een eigen bankrekening. En dat is mooi. Want daardoor leer je eigenlijk om te gaan met je geld. Je kunt precies zien wat je hebt en wat je niet hebt. Soms is er wel eens een situatie dat je te veel geld uitgeeft en dan ga je rood staan. En dat is eigenlijk niet heel erg fijn. Want rood staan betekent dat je heel veel rente moet betalen. Debetrente noemen we dat. En dat is zonde van je geld, want dat kan echt heel snel oplopen in honderden euro's. Er zijn heel veel leerlingen en studenten die in de kantine hun eten kopen. En dat kan. Alleen wat mij opvalt is dat in de kantine het eten erg duur is. Ook de drankjes. En dat is eigenlijk best wel zonde. Want als je naar de supermarkt gaat, zou je veel goedkopere producten kunnen kopen. Zoals je water of je frisdrank. Maar als je nou thuis ook nog je eigen boterhammen smeert, dan bespaar je helemaal. Veronderstel dat je straks je studie af hebt en je zit met een hoop schoolboeken, dan kun je een aantal dingen doen. Je kunt ze bij het oud papier gooien, maar wat slimmer is, is om je schoolboeken te verkopen. Je krijgt er ook nog geld voor. En wellicht maak je iemand anders er weer blij mee. De trainingen van de Broekriem zijn altijd druk bezocht en altijd gratis. Je betaalt dus geen inschrijfgeld of contributie. Wel wordt er uitschrijfgeld gevraagd. Dat is een vrijwillige bijdrage die je achteraf betaalt als je een baan hebt gevonden. Maar dat is voor de deelnemers van vandaag nog niet het geval. Voor aanvang van de training spreek ik nog met een van de deelnemers, Willeke Trompers uit Nijmegen. Goedemorgen. Hoi. Jij komt hier een training volgen? Ja, klopt. De training voor LinkedIn? Ja. Ja. Want ben je al lang werkloos? Nu 4 maanden. Oké, okay. Ja. En wat heb je gedaan altijd? Ik ben fysiotherapeut geweest en ook onderzoeksassistent. Mm-hmm. Ja. En eigenlijk bewust gestopt. Oké, okay, dat hoor je niet vaak. Nou ja, ik heb het in mijn omgeving wel, hoor ik het wel hier en daar. Dat steunde me ook wel. Maar ik merkte dat het niet paste en ik wilde voor mezelf ook een beetje de noodzaak voor wat anders wat groter maken. Ik was al eventjes wel verder aan het kijken ook wel op gesprek geweest, maar dat heeft nog niet geleid tot een baan toen. Nee. Maar goed, toen dacht ik, ja weet je, ik stop toch, dan komt er ook weer ruimte voor wat anders. Ja. Maar als je zelf bent gestopt, dat betekent dus ook dat je geen uitkering hebt? Nee. Hoe gaat dat? Nou, ik heb voor mezelf de termijn gesteld van 4 maanden en dat is nu dadelijk, aanstaande maandag. Dus ik solliciteer nu ook op elke baan. Dus ik ben ook wat langer op vakantie geweest en nu 2 weken terug ook wel echt best wel hard aan het solliciteren. Ja. Dus, en hoe voelt het dan? Geen inkomen, geen baan? Heb je dan geen paniek of stress? Af en toe. Ja, dat gaat een beetje met vlagen. Maar ook wel weer vertrouwen dat er wel wat komt en dat lukt. Ja. En hoe ben je de Broekriem tegengekomen? Dat is wel grappig. Eigenlijk een vriendin van mij zei toen van, toen had ik nog wel werk, maar ik was wel op zoek. En die zei van, waarom kun je straks niet, er zijn toch wel meer mensen die werk zoeken. Is het fijn om hen ook ervaringen uit te wisselen? Dus heb ik gewoon gegoogeld en toen kwam ik op de Broekriem. En ik vond het een mooie, frisse website. Ja. En het idee van de Broekriem aanhalen. Ja, ja. Gewoon dat concept, sprak me heel erg aan. Ook van het sociale kapitaal, van we delen wat. En, toen heb ik besloten van, ik ga eens naar een workshop. Je gaat zo meteen een training volgen van de Broekriem. Waar gaat die over? Wat grappig was, de eerste workshop. Die was, het ging over kernkwaliteiten. En daar had ik echt zoiets van, ik kan heel veel. Maar ik was mezelf niet zo bewust van waar ik nou goed in was. Mm-hmm. Dus daar ben ik daarna wel echt wat beter uit gaan spitten. Ja. Dus het lukt je nu beter om jezelf te presenteren naar een nieuwe werkgever toe, in principe? Ja, ja. Oké. Okay. Ja, ja. En waar ben je naar op zoek nu? Ik heb een beetje een 2-sporen-beleid nu. Dat ik enerzijds denk van, ik wil gewoon werk inkomen. Mm-hmm. Dus dat zijn een beetje administratieve functies. En waar ik goed in ben, is heel nauwkeurig werken. Dus dat. En wat ik heel graag zou willen is een functie een beetje op het snijvlak van zorg en beleid. Dus dan kijk ik ook wel naar onderzoeksfuncties binnen kennisinstituten, maar ook bijvoorbeeld bij verzekeraars.
dat soort functies. Ja. En hoe gaat het nu, het solliciteren? Nu zit ik wel in een goede flow, dat ik echt ook voor mezelf een ritme heb. En gewoon 's ochtends begin en kijk van, hey, daar wilde ik op solliciteren, dus verder gaan in brieven. Wat ik doe is, ik heb nu eigenlijk een teampje gecreëerd van 4 mensen in mijn omgeving die ik om de beurt een brief toestuur van, hey, geef mij feedback. En dat zijn ook mensen die dat heel eerlijk kunnen. Mm-hmm. Heb je tips voor mensen als ze werkloos zijn, wat je vooral wel moet doen of vooral niet moet doen? Ga vooral wel in gesprek met mensen. Vertel dat je geen werk hebt. Vertel waar je naar op zoek bent. Ga vooral ook bellen. Dat heb ik wel geleerd. Dat had ik eerst een beetje een drempel voor, maar ik bel nu ook recruiters. En ik zeg gewoon heel concreet wie ik ben, wat ik wil. Mijn ervaring is dat ze echt zo met je mee gaan denken. Mensen zijn ook eerlijk als het niet gaat passen. Maar dan weet je wel een beetje waar je aan toe bent en heb je geen valse hoop. Wij hebben net een les meegemaakt van Toolkits. Kun je uitleggen wat Toolkits is? Ja, Toolkits is een serie van activiteiten waarin we allerlei thema's behandelen die de kinderen mee gaan krijgen bij het opgroeien. Dit zijn allemaal kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar. Het mm-hmm. is een hele beïnvloedbare leeftijd waarin je kinderen dus ook positief kan beïnvloeden. En ze gaan straks allemaal naar het middelbaar onderwijs, waarin ze heel veel situaties gaan tegenkomen die voor het ene kind wat makkelijker is en voor het andere kind wat lastiger. En daarin proberen wij ze te begeleiden. En hoeveel lessen geven jullie in totaal met Toolkits? Toolkits bestaat uit ongeveer 16 activiteiten. En wij bedenken ieder jaar, we kijken goed naar wat de groep nodig heeft. Deze groep is al aardig wegwijs in het omgaan met geld. Dus we hebben dit jaar met deze groep heel veel aandacht besteed aan omgaan met pesten, sociaal-emotionele ontwikkeling. Daar vroegen deze kinderen wat meer om. Nou, het vorige seizoen hebben we heel veel over omgaan met geld thema's aangepakt. Daar kwam dat echt heel erg naar voren, dat ze daar heel erg veel behoefte aan hadden. En waaruit is Toolkits voortgekomen? Want komen jullie bij een school gewoon zomaar op bezoek? Zijn het lessen die in de klas worden gegeven? Toolkits zijn lessen die na schooltijd worden gegeven als onderdeel van het kinderwerk van Stichting Rijnstad. We hebben dit project 2 jaar geleden bedacht omdat we zagen dat een aantal problemen in de wijk van generatie op generatie worden doorgegeven. En wij wilden dat de wijk Malburgen. De wijk Malburgen. En we dachten, daar willen we iets mee doen. Dit zijn dus kinderen die opgroeien, allemaal moeilijke beslissingen moeten gaan nemen. En wij willen gewoon zorgen dat ze weerbaar genoeg zijn om daar goed mee te leren omgaan. Hoe belangrijk is het om kinderen om te leren gaan met geld? Het is heel erg belangrijk om kinderen al vroeg te leren omgaan met geld. Omdat je als volwassene, je hebt er een leven lang profijt van als je dat nu al leert. Zoals ik net al zei, zijn kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar heel erg beïnvloedbaar. En kun je dus ook positief beïnvloeden. Dus als je dat op deze leeftijd al doet, hebben ze daar een leven lang profijt van. Ja. En wat zijn de voorbeelden die je tegen bent gekomen in de lessen bijvoorbeeld die je vorig jaar gaf, die voornamelijk over geld gingen, wat kinderen van die leeftijd nog niet begrijpen, maar wel zouden moeten snappen als het gaat om geld? Nou, ik weet als voorbeeld dat echt een kind zei, ik heb mijn zoon in dezelfde leeftijd en die wilde graag ook een bepaald spel hebben. En hij zei, hoe ga ik dat doen? Ik moet ervoor sparen, ik moet dit doen, ik moet dat doen. En een kind hier wilde precies hetzelfde spel en die zei, dat moet ik even lenen. Ik dacht, dat kan. Mm-hmm. Maar als je nu op deze leeftijd van 8 al leert om te lenen, hoe ga je terugbetalen? Heb je daarbij nagedacht? En dat kwam meerdere keren naar voren. Ja. En zijn er andere manieren om bijvoorbeeld ook thuis je kinderen goed te onderwijzen als het gaat over geld? Ik denk dat het heel belangrijk is dat ouders het goede voorbeeld geven aan de kinderen. Zij zijn degene die de kinderen natuurlijk het meeste zien en de financiële basis moeten geven. Wat ik een heel mooi voorbeeld vind is dat wij hier verschillende spelletjes hebben gedaan met kinderen. En dat de kinderen na afloop zeiden, mag ik het meenemen naar huis? Dan kan ik het ook met mijn ouders doen. Mm-hmm. En dat was niet één kind, dat waren bijna alle kinderen. Ik denk, dan kun je dus thuis kun je ook heel goed op een hele speelse manier leren omgaan met geld. En wat is de gedachte van Rijnstad om juist die lessen aan te bieden? Rijnstad vindt belangrijk dat alle kinderen zich goed en zorgeloos
kunnen ontwikkelen. Mm-hmm. Ik ben zelf de kinderwerkster, dus ik werk met kinderen in deze wijk, Malburgen. En ieder kind moet eigenlijk opgroeien zoals ieder ander kind. En dezelfde mogelijkheden krijgen als ieder ander kind. Ja. Dus als kinderwerkster kom je ook wel eens bij gezinnen thuis die niet zoveel te besteden hebben. Ja. Wat kom je dan tegen? Kun je daar een voorbeeld van geven? Ja, armoede doet heel veel met een kind. Kinderen kunnen zich buitengesloten voelen, niet naar verjaardagsfeestjes kunnen gaan, de kleren dragen van oudere broertjes en zusjes, niet altijd een gezonde maaltijd meekrijgen. Dat doet heel veel met een kind, vooral dat buitengesloten gevoel. Dat is triest om mee te maken. Ja. En wat bied je die kinderen dan aan om daar uit te komen? Of? Nou, dit soort lessen dragen daar aan bij. Verder ben ik ook intermediair, bijvoorbeeld voor Sinterklaasbank. Heb ik contacten met het sociaal wijkteam of met de kerk of met de moskee. Zodat we samen ook kunnen kijken wat heeft een gezin nodig. Mm-hmm. De intern begeleiders van de school ook goede contacten. Verder zijn al onze activiteiten heel erg laagdrempelig. Onze activiteiten zijn of gratis of 50 cent. Ja. Maar het mag nooit een belemmering zijn om mee te doen. We zijn onlangs op kamp geweest. We zorgen dat ieder kind mee kan. Ongeacht wat het kost. Daar zorgen wij voor. En de kinderen die deelnemen aan de les van Toolkids, hoe zijn die bij jullie gekomen? We hebben samen met het sociaal wijkteam en met school gekeken welke kinderen hiervoor in aanmerking zouden kunnen komen. En we hebben ook gewoon zelf geworven, omdat we vinden dat iedereen leert van elkaar. Dus het zal goed voor iedereen zijn. Mm-hmm. Het is niet specifiek gericht op een specifieke doelgroep, maar voor iedereen in deze leeftijdscategorie, in deze wijk, zou het goed zijn als ze deze lessen krijgen. Wij zijn met z'n zessen thuis, met een kleinere wijk. Dus ja, wat doe je dan? Ik kook groot erin, rij je af en toe naar Duitsland. Hadden jullie thuis breed? Nee, absoluut niet. Nee, mijn moeder die zorgde voor ons drieën. Ze had alleen maar een baantje als schoonmaakster.